Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken op mijn kanaal. Ik neem jullie een dag mee, slash ik laat zien wat ik op een dag een beetje eet. Leek me wel heel erg leuk, dus helemaal toppie. Dus laten we maar gewoon lekker beginnen met de video en vergeet geen duimpje omhoog te doen en beneden een duimpje omhoog te geven. Dus laat maar. Het is vandaag echt niet lekker weer, dus ik ga lekker binnen aan de gang in mijn kamer. Ik ben nog niet helemaal beter, maar wel een stukje. En dan worden mijn aanhandelen gisteren uitgehaald wanneer ik me goed voel. En ik zei dat wil ik niet, maar ja, we hebben nu geen keus. Ik kan nog niet hele dagen werken, dat houdt mijn lichaam nog niet vol. Maar ik ben wel blij dat ik vandaag lekker vrij ben en dat ik wat dingetjes voor mezelf kan doen. En vanmiddag even lekker even bij de paardjes knuffelen, want ik moet. Dus dat is het plan voor vandaag. En mijn lichaam heeft vandaag niet veel honger, wat mega vervelend is. Dus misschien dadelijk wel. Maar ja, sorry als ik weinig eet. Dat komt omdat mijn lichaam nog echt aan moet wennen. En anders krijg ik maagsteek. En daar heb ik niet zoveel zin in. Oh, ik heb echt helemaal gejankt. Oh mijn god. Het is nu 10:55. Ik ga nu iets eten, want nu heb ik een beetje trek. Dus we gaan eten maken. Wow, hier zitten de schoenen. Ik heb iets. Ik heb de schoenen. Maar oké, ik ga nu wat eten. Iets lichts wat niet zwaar valt. Dus helemaal top. Ja, ik heb hier nog zo mijn keel. Ik had vannacht ook echt mega raar gedroomd. Alleen maar nachtmerries. Dus dat was ook niet heel erg fijn. Ik wilde eerst dit gaan maken, havermout. En dan met minder vezels en het is gewoon aaskoren. Alleen het punt is dat ik geen melk heb. En het zijn zeg maar zulke zakjes, echt super handig. Maar helaas, we hebben 2 krakotte crackers. Dat is meer dan zat. Ik doe er op eentje kipfilet en kaas. En op de andere doe ik deze jam. Dit is echt mijn favo. Alleen al is het super duur en ik mag hem alleen heel af en toe kopen. Dus. Ik ben dus nu mijn lunch, ontbijt, laat ontbijt. En dan wil ik even gaan lunchen om naar paardrijden. Naar paardrijden wil ik lunchen. En dan dus we gaan naar paardrijden lunchen en dan om 7 uur rond 7 uur avond eten denk ik. Dus helemaal top. Hij stopte met filmen, maar ik heb dus lekker met jam en met kipfilet. Dat ga ik lekker opeten. Ik ga me lekker rond 1 uur pas aankleden. Helemaal prima. En ik heb hier mijn koeltje. Dus helemaal toppie. Dus ik ga eerst lekker dit opeten. Ik heb gewoon de hele ochtend lekker gelegen. Dus dat heb ik expres gedaan. Want anders ben ik bang dat ik dus geen energie heb om te paardrijden. En dat die energie wil ik wel hebben. Dus ja. Ik zit op Lady. Dat vind ik leuk. Lady is een van de ponies. Dus het moet goed komen. Hoi, ik ben net mijn lunch vergeten te filmen. Ik ben nu bij Annika. Hallo, ze heeft echt een super drukke kamer, ik weet het. we hebben net als lunch vanille yoghurt op. Vanille kwark met Optimaal. Van Optimaal. Met wat haalgezag en dat is echt mega lekker. Ovariet. Klein bakje met. Ik heb er gewoon kaas bij gedaan. Anders is niet eten en een beetje aromat. Normaal zeg ik aromat. Voordat de mensen weer grapjes over gaan. We hebben nu een mandarijntje mini Yoda bedoel ik.
Ja, Annika ook. Meneer. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt. Deze zet terug en recht. Ik voelde even echt heel veel buikpijn. Maar wat ik dus wilde zeggen, ik ga vanaf morgen, denk ik, andere soort vlogs maken. Een hele andere richting op. Dan doe ik zeg maar niet meer niet zoveel praat en dat soort dingetjes. Vandaag heb ik best wel een goede dag gehad qua pijn en zo. Maar ik moet alsnog rustig aandoen. En weet ik het wat. Ik had er net weer ineens heftige maagsteek. Wat van uitpaard gereden. Dus dat was echt niet chill of zo. Maar het was wel echt heel fijn om het even weer te doen. Alleen tijdens het rijden merkte ik dat mijn benen zo short even niet meer voelden. Het was heel raar en ik was ook duizelig. Dus ik heb daarna gelijk wat gegeten bij Annika. Want ik heb even wat yoghurt gedeeld. En een grote mandarijn gegeten. Dus eigenlijk was het gewoon prima. En dan 's avonds zo'n onvariet potje. Dus ik ben weer helemaal trots op mezelf. En Fluffy is zo lief. Alleen net niet. Maar ik hou gewoon veel van mijn beest. Dus... ja, ik ga zo mijn make-up eraf halen. Ik ben echt super moe. Ik ben echt gewoon helemaal kapot. I don't know hoe. Dus ja, dat. Hoi, ik heb echt kapot erge buikpijn. Dat is gewoon niet normaal. Maar ik ga even mijn pyjama aantrekken en lekker in bed liggen. Want ik heb daar even zin in. Dus dat doen we even in mijn buik rust geven. Dus hopelijk kom ik wel weer lekker in slaap. Maar ja, dan weten jullie dat. Hoi allemaal, ik lig in bed nu. Ik wil jullie bedanken voor deze video te kijken. Ik weet niet hoe die geworden is. Ik voel me echt stom. Ik hoop dat ik snel meer energie en weet ik het wat krijg. Dat zou heel erg fijn zijn. En dat ik natuurlijk ook gewoon helemaal beter ben. Vandaag had ik bijvoorbeeld een goede dag. Ik heb natuurlijk niet heel veel gedaan. Ik heb wel geprobeerd hard te rijden. Dus ik ben blij dat ik het gewoon geprobeerd heb. Dat is iets goed. Dus daar mag ik wel trots op zijn. Alleen mijn buik en mijn maag is helemaal van slag weer. Dus dat is niet zo fijn. En ik ga jullie denk ik morgen misschien nog even meenemen. En andere vlog, maar ik weet nog niet. Het is nu gewoon super vervelend om me zo te voelen. Ik ben wel mentaal gewoon een stuk vrolijker, weet ik het wat. Dus dat is op zich wel heel erg fijn. Alleen, ja, ik heb hier ook echt blaren, ook op mijn andere hand. Echt heel erg vervelend. Ik word over 2 weken ook geopereerd. Ja, over 2 weken word ik geopereerd van mijn keelman. En dan zit ik weer 2 weken thuis. En dan moet ik weer met energie alles gaan opbouwen. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. Maar goed. Dan weten jullie dat. Mijn haar is echt lekker rood. Maar ja. Ik wil dus hierbij zeggen... Ook al ben ik vrolijk, ik ben nog steeds niet helemaal beter. Ik werk ook nog ergens anders. Maar daar kan ik ook nog niet werken omdat ik daar de energie gewoon niet voor heb. En ik heb 's ochtends en 's middags ook heel vaak pijn. En dan moet ik gewoon liggen in bed. Ja, dan moet ik gewoon liggen in mijn bed en dan kan ik even niks doen. En ik eet gewoon... iets te weinig. Ja, ik eet gewoon iets te weinig. Waardoor, ja, het gaat. Hoe je normaal eet, dat kan ik niet. Dan heb ik echt heel veel pijn. Maar, we moeten dat opbouwen. En daar zijn we nu mee bezig. En dan kom ik heel allemaal naar operatie. En dan moet je weer alles opbouwen. Maar oké.
dan weten jullie dat. Ik kan ook echt niet wachten om weer naar de sportschool te kunnen. Maar dat gaat nu ook niet. Oh, echt mega vervelend. Maar ja, we doen er niks aan. Maar dus bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. En sorry dat ik me zo rot voelde. Maar ja, ik probeer gewoon gezellig te zijn. Ik kan ook heel goed een masker opzetten. Soms kan ik het beter niet doen. Maar het gebeurt gewoon. Dus ja. Doei doeg!